easy go. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een beetje aan mijn challenges hier werken. Dus een van die dingen, of die trop in het midden, zoals dat je links kunt zien. Ah, de tweede van links te beginnen, pardon. 5 saves of epic saves in any casual. Dus ik ga gewoon rap even 1v1 spelen en ga ik gewoon een beetje keeperen. Wat echt gewoon kut is als andere mensen dat zouden doen, maar ja, het is gewoon voor die challenge. Dat die al gecomplete is. Want dat is een weekly challenge. Dus dat vervangt tegenover die van de Battle Pass. Dat boeit niet. Dat moet nog niet direct gedaan zijn. Maar die zijn wel allemaal gecomplete. Ah, bij mij toch. Ik heb echt vaak dat al instant gecomplete is. Ook gewoon vaak. Dat zijn zo van die simpele dingen. Van zoveel scores halen of zo. Of... Okay, what the fuck is die gast AFK? Toch niet. Nee! Hoi, laat mij gewoon in de verdediging staan. Let me save some boys. Want ja, het was niet eens op doel. Kom jongen, schiet gewoon. Maar ja, dat die ongelukken maken. Ik ging net zeggen, niet doen dat jongen. Oké, wat is hij aan het doen? Schiet gewoon naar doel jongen, schiet. Allee. Zo moeilijk is dat toch niet om gewoon binnen het kanaal te trappen? Ja, en dan... Ah, man. Dit is echt saai. Mattrap gewoon naar doel. Maar zo doet dat nog niet al een safe. Weet je... Fuck, ik ga gewoon wat druk zitten. Allee jongen. Oké, ja, go. Trap. Shoot. Ja, en dan mis ik. Oh mijn fucking god. Ah. Man, man, man. Oké. Trap gewoon instant. Maar hoezo? Dan sta ik op de lijn. Dan zou ik hem normaal moeten rennen. Als hij trapt. Allee. No fucking way dat hij daar... Oh mijn god. Maar dit boeit echt niet dat ik hem nog verlies. Het is gewoon voor die reddingen. Maar ja, als ik ze neer red. Ja, dat haal ik ook niet. Maar hij ook niet. Fuck it, ik ga gewoon scoren. Oké, toch niet. That didn't go as planned. Maar wat sorry jongen, wat sorry. Shut the fuck up. Trap gewoon, laat me gewoon rennen. Je mag gewoon winnen van mij, maar kijk, laat me gewoon rennen. Nog 4 reddingen, oké. Nog 3 reddingen. En by the way, even iets anders. Ik heb de rest gezien. Ik heb 4 exotische toernooi dinges. Dat ik dus bijna kan inruilen. Dat ik nog 1 exotisch toernooi
beloning krijg, ga dat inruilen voor een Black Market. Wat echt nice is. Ik hoop echt dat dat iets nice gaat zijn, want je hebt ook echt gewoon shit Black Market dinges. Hopla. 1-5. Nee, ik probeer dit niet nog te scoren. Nee. Totaal niet. Oh, hoezo? Hoezo? Ja, boeien. Trap. Oké. Okay. Dan moet je dus ook bij mij doen. Trap gewoon dat ik kan redden, echt. Wat ben je aan het doen? Hoeveel nog? Nog 3. Als wij zeggen, als het echt niet door dat ik dat probeer, ik ken nog 2. Nog 2. Nog een dos. Allee jongen, zo moeilijk is dat toch niet, jongen. Het trapt gewoon nog 2 keer. Laat me die 2 keer redden. Het is klaar. Klaar is cash. Let's go, nog 1. Kom aan jongen, nog 1 keer. Nog 1 keer, nog 15 seconden, kom aan. Ik heb geen zin om nog eens dat te doen, hè. Ja, kom. Ja. Nee, oh mijn god, gast. Ben je serieus? Oh. Fucking Charles dat jij bent, jongen. Was dat zo moeilijk? Man, man, man. Vraag nog 1. Nog 1, wat is dat? Limited Time Mode, Rocket Labs. Ah ja. Oké, Aqua Dome. Ik weet niet of het telt als ik gewoon nog een redding haal en dan leave. Dat weet ik niet. Oké. Die gaat gewoon instant naar voren komen, die gaat trappen en dan ga ik proberen te redden. Hoezo? Hoezo? Mooi gedaan. Kom maar, nog eens. Nee, ik heb daar geen dingen voor. Maar die wel. Oké, uit. Voilà, het is gecompleet. Niet gewoon uitspelen. Oeh. On touch. Ah, nee. Mooie redding. Nou, niet hopen, niet hopen, niet hopen. Hopla. Oh nee, ik ben daar over hem. Ja, ah, wauw, oké. Okay. Boost gemist, 2 keer zelfs. Ik ga gewoon die boost hier rippen, jongen. Ik bump hem. Oh mijn god. Hoe kun jij dat zo redden, zielig, jongen? Gelukzak. Ja, gelukzak. Ja, dat is gewoon geluk. Nul boost.
uit. Oh mijn god. Dat is een brons. Dat zijn twee brons toernooien. Ja. Ah ja. What the fuck? Waarom? Dank u. Oké, ja, dat was raar. Maar I don't mind, want nu heb ik die challenge gecomplete. En dan kan ik nu nog even ranked spelen. Want dat is sowieso saai maar te zien. Ik vond het zelf ook gewoon saai om te spelen. Dus mijn excuses daarvoor. Ja. Ja, sowieso niks deftig. Oeh, wat een very rare wielen. Lelijke wielen. Competitive. Oké, 1v1. Oké, kom aan. Twee keer winnen of zo en ik ben plat. Misschien één keer. Zoals ik gisteren ook zei, gewoon niet proberen te verliezen. Gewoon proberen niet te verliezen. Voilà. Excuseer. Frosty popcorn. Popcorn. Geen goede kick-off. Ja, maar hij heeft wel boost. Dat is nadelig. Dat is een goal. Mooi. Geen probleem. Ik go. Nu een betere kick-off. Ja, maar kijk, kick-off is nog safa, maar snap zijn heeft hij zo de boost. En dan heb ik gewoon helemaal niks van boost. Ik ga hier een boost pakken. Gewoon pushen. Oh mijn god. Mooi. Let's go, 1-2. It's comeback time. Ah, comeback. Ja, eigenlijk is het wel een comeback. Oké, go. Call him back. Oh, allee. Oké, dat was slecht gedaan. Nu breng hij gewoon voor het duel. Maar hij was er niet. Allee jongen. Allee, hoezo kan hij die daar zo raken? Oké, kut. Kut, kut, kut. Nee, nee, nee. Ah, oh, kut, kut, kut. Oké, okay, let's go. Let's go. 2-2. Comeback is bijna gecomplete. Oké, okay, dat is geen goal. Okay, ik pak deze boost ook ineens mee. Wat? Holy shit, jongen. De manier waarom ik hem daar... Bum, holy. Kijk daar. Dan voel je helemaal aan de andere kant en aan de manier waarop ik dat afwerk. Holy. Ik vond het echt een mooie goal. En die gaat misschien zijn van wat is dat van een kut goal. Maar ja, ik vond dat wel mooi. Oké, let's go. Nu is het echt een goede comeback eigenlijk. 4-2 en 3 minuten te gaan. Oh. Kom aan, ik heb deze boost. Oh, oké, ja. Die bal. Boeien, ik heb de bal.
Laat daar al de boost. Ik heb die boost en die boost. Die gast rijdt achter mij aan, dat van achter de bal. Ik ga hem daar gewoon aan laten doen. En hij komt af. Ah, ja, ja, ja. Snel. Dankjewel. Oh, wat een touch. Als ik die daar niet had getouched, ik weet alles. Maar dus als hij daar niet had getouched, had hij dan sowieso gescoord. Want hij had die bal zo al ingeschat en al. Ja, als hij dan aanraakt. Oh my. Ja. Mooi. Als hij dan zo aanraakt, dan moet hij anders tegen zijn dingen. Ja. In 4-3. Nog 2 minuten te gaan. Let's go, 6-3. Ik denk dat hij hem niet opgeeft of zo. Wat echt niet nodig is. Inderdaad, het is niet nodig en doe het ook niet. Want hij heeft nog 2 minuten om dit recht te trekken. Het zal waarschijnlijk niet zo makkelijk zijn, maar moeilijk gaat ook. Daar is dus mijn boost niet. Gewoon bal wegtrappen. Ah, ik had gehoopt dat hij gewoon zou kaatsen tegen de muur en dat hij zo kwam. Oh my god, ik dacht even dat ik die daar nog ging missen. En voilà, hij is geliefd. Let's go, gewonnen. Ik hoop dat ik voor een drank ben. Ja, let's go. Allee, ik doe precies dat het als eerste keer dat ik pleut haal ofzo. Oké, nice. Dat was ook al ineens de laatste video. Ja, nogmaals mijn excuses dat het begin zo saai was. Ik hoop dat je het toch nog leuk vond. En als dat zo was, geef dan zeker een blauw duimpje omhoog. En ja, dan hoop ik dat ik jullie allemaal kan zien in de volgende video. En ik apprecieer de views, dus echt, dank jullie wel. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.